thee, koffie en frisdrank nefast voor uw parelwitte tanden. U kan uw tanden dan gaan bleachen, maar dat kost veel geld. Wel, wat als je hetzelfde resultaat zou kunnen hebben door gewoon te poetsen? Ik zie u al klappertanden van enthousiasme, maar misschien toch eerst even meekijken. Handeling die betaalbaar is. Dr. Philip L. Tandpasta van Delivit verwijdert vlekken en maakt de tanden witter tot 2 tinten in 1 week. Jullie zijn allemaal geboren met een stralende glimlach. Geloven jullie erin dat je dat perfect wit resultaat kan behalen met tandpasta? Op een week tijd denk ik zeker niet. Dat resultaat gaat gewoon niet bij een tandarts, denk ik, voor heel veel meer geld. Ik heb het zelf al geprobeerd en in een week tijd zijn mijn tanden toch niet echt witter geworden. Zij geloven het niet, maar wij gaan het toch eens testen. In een nieuwe Volt reclame-test. We zijn bij de Vlaamse wijngilde, Commanderij Leuven. Dit zijn mensen met een neus voor wijn en tanden gekleurd door al dat proeven. Laat jullie tanden maar eerst eens zien. Kijk maar eens, wijnproeven laat sporen na. Eerst en vooral gaan we hun huidige kleur van hun tanden bepalen. Zijn mevrouw, dan mag u lachen. Uw kleur bevindt zich op 3,5 en 2, wat eigenlijk overeenkomt met dit. Twee, 4,5 en 2. Kleur is bepaald. Nu gaan ze een week lang poetsen met Denivit tandpasta. De professionele formule verwijdert vlekken en maakt de tanden witter tot 2 tinten in 1 week. We laten de wetenschap spreken. Daarom zijn we in Leuven aan de universiteit op de afdeling restauratieve tandheelkunde. Dingen, een tandpasta die beweert tanden te bleachen. Kan dat? Eigenlijk niet echt, want in de tandpastas die dus bij ons zijn toegelaten, geen echte blekende producten zouden mogen zitten. Wat we wel zien is dat er bepaalde tandpastas ontwikkeld worden waar een meer schurende factor in zit. Dus die gaan enkel de oppervlakkige verkleuring wegwerken. Maar eigenlijk de tandkleur gaat niet veranderen door die tandpastas. We zijn een week later, de leden van de wijngilde laten opnieuw hun tanden zien, voilà. En we meten of hun tanden 2 tinten witter zijn, ja of nee. Het is een 4,5 en 2. Jammer genoeg dezelfde kleur als vorige week. Dat is een halve tint lichter. Dezelfde kleur als vorige week. Het is een half tintje lichter als vorige week. Conclusie, bij 2 mensen geen verschil. Bij andere 2 een halve tint wat verwaarloosbaar is. Dus, wijngilde Commanderij Leuven, reclame-test. Niet te verklaren. Santé. Van sommige producten kon je dus zeggen, het baat het niet, het schaadt ook niet, maar hoe zit het hier? Wel, het probleem is met die dingen dat je harder gaat schuren, dat zei de dokters toch, omdat je het gevoel hebt, als ik harder schuur, dan gaan mijn tanden nog rapper wit zijn. En dat harder schuren is eigenlijk dan weer heel slecht voor je tanden, dus toch opletten.